Yo mensen, mijn naam is Thies en vandaag is echt een sikke video. Trouwens, nieuwe achtergrond. Ik ben er nog mee bezig, maar die wordt chill worden, Bertha. Dames en heren, ik ga niet lang lullen. Jullie hadden het al aan de titel gezien. Ik ging dus een paar dagen geleden samen met een jongen genaamd Govert overnachten op een eiland hier in de buurt. Een super vaag eiland met allemaal vieze, vettige vogelstrop. Zat helemaal onder met de vogelpoep. Dames en heren, het was echt een sick avontuur. Normaal vraag ik niet om een duimpje omhoog aan het begin, maar deze keer, het was echt zo ziek. Doe een duimpje omhoog. Ik ben heel benieuwd hoeveel we er kunnen halen. Dames en heren, we hebben het avontuur uiteraard gefilmd voor jullie. Dus ik zou zeggen, geniet. Oké, guys, we zijn nu dus bij het meer, dat ligt hier alleen. Een beetje een probleem is nu dat we alle spullen, zeg maar, eerst nog helemaal daarheen moeten krijgen. Maar goed, we zullen het zien. Oké, jongens, het laatste zonlicht van de dag. Daar is het eiland. Ja, wil je hier erin gaan? Ja, we kunnen. Oké, er zitten ook allemaal van die vage vogels op. Oh shit. Ja, dit is wel verder dan je denkt, denk ik, man. Oké, dames en heren, wat nou dus een beetje onhandig is aan alle mensen die hier zitten te vissen en zo. Ik denk dat we hier het beste erin kunnen. Kijk, daar is het eilandje. Oh, okay. Er zijn wel echt tering veel vogels, maar kom vast goed. Oké, kunnen we hier erin ergens? Oké, hier kunnen we er wel in, denk ik. Nou, daar gaan we op overnachten, jongens. Boot ompompen. Alles moet op deze boot mee, maar dat lukt ook wel. Ja? Ja, dat gaan we achter de boot hangen, hoop ik, als dat lukt. En dan, ja, het is niet zo heel ver. De boot begint op te laden, alleen het wordt nu wel echt al snel donker, ouwe. Oh shit. Ja, Jesus. En dat eiland, jongen. Oh. Een half uur is het echt. Maar er zitten ook allemaal van die vogels op die allemaal kutgeluiden maken. En misschien maasrat of zo, weet ik veel wat er allemaal zit. Ja, dat wordt echt geen pretje, hoor. Okay, lekker pompen, jongen. Oh, kijk hem gaan. Ik was daar zijn met die GoPro om aan het plakken, alleen ik dacht dat dat de voorkant was, maar het is gewoon dik de achterkant. Oké, guys, de boot is bijna op. Yeah. De boot is bijna vol. Alleen nog nummertje 2. We zijn van 3 naar 1 naar 2 gegaan. Yes, dit laatste nummer. Oké, dat is stap 1. Oké, lekker. Stap 2 is hem in het water leggen, onszelf erin krijgen en al deze spullen meekrijgen. Hier gaan we dus ook een GoPro'tje opzetten. Ik hoop dat hij niet valt, want ja, als hier de GoPro in valt, dan zijn we hem kwijt. Alle spullen in de boot zetten, ja. Dit gaat er achteraan. Dus hopen dat het niet omvalt, want hier zit dus mijn matje in en alles. En als dat nat wordt, kan ik niet slapen vannacht. Als het überhaupt gaat lukken. Dames en heren, let's go. En nu is het echt heel donker. Je ziet het niet zo goed op camera, maar het is echt heel donker. Oké, dames en heren, fucking veel spullen. Oké, dames en heren, de boot ligt bijna in het water. Ja. Hier moeten wij nog bij, hè? Als dit lek gaat, zijn we echt de lul, joh. Ja, dan zijn we echt de lul. Oh my god. Ik hoor van alles onder de boot langs gaan, oh shit. Oké, mensen, het lijkt nu op die camera heel licht, maar het is hier echt pikken donker. Ja, we zijn er al bijna trouwens, we zijn al halverwege of zo. Daar komen we vandaan en we moeten daarheen. Nog een klein eindje. Ja, we zijn er echt bijna aan. Daar is het. Fucking vervolgens. Oh, dit is zo vaag, hè. Ja, trouwens, jongens, jullie zien het niet, maar ik heb hier een vlot achter me. Daar zit de tent in. Die is nu zeker nat. Ja, die is nu helemaal nat. Oké, dames en heren, we zijn nu heel dicht bij het eiland. Vaar het laatste stuk maar, houden. Volgens mij zijn alle vogels weg. Ze zijn allemaal bang. Het stinkt fucking hard. Okay. Dit is echt een kutlucht, ja. Wacht, kijk uit voor die stenen. We willen geen lekker boot nu. We dachten dat het net moeilijk was, maar volgens mij is dit echt het lastigste deel. We moeten nu gaan aanmeren. En hoe de fuck gaan we dit doen? Want er liggen daar allemaal scherpe stenen. Ik fucking mijn oksels als ze 5 jaar niet onder de douche zijn geweest of zo. Oh, ik ga zinken. Shit, eraf gaat. Echt? Dames en heren. Woe! Oh mijn god, dames en heren. Ik sta gewoon aan land nu. Yes. Oh mijn god, kijk hoe lek dat ding is. We zijn aan land. Yeah. Op het eiland. Oké, dames en heren, jullie zien het waarschijnlijk niet. Er ligt nog een peddel in het water. Oké, we moeten snel zijn. Oké, wacht. Alles zit ook onder met de vogelscheid. Letterlijk, alles is wit van de vogelscheid. Jij hebt er net ingelopen met je sokken. Ja, ik trouwens ook. Ah, fuck. En die peddel, die drijft steeds maar verder. Hashtag red de peddels. Waar is die? Hier, ouwe.
Yes, heb je hem? Oké. En misschien denken jullie trouwens van, waarom doe je het moeilijk met licht? Aan die kant daar zaten net allemaal vissers toen we hierheen gingen. Weet jij of die hier nog blijven s'avonds of niet? Ik weet niet. Ja, je hebt echt geen flow idee. Nee, ik ook niet. Oké, dames en heren, we staan op het eiland. Holy shit. Oké, nu is het tijd om het eiland te gaan verkennen. Oké, dit is denk ik de ideale spot om onze... Hier zit ook geen boom boven, dus kunnen die vogels niet om ons schijten. Oh shit, dit is nog best groot, joh. Kijk, daar vliegt er een. Deze stokken, die zijn een beetje kapot, maar gelukkig hebben we tape meegenomen, dus we kunnen het fixen. Maar we zijn nu dus de tent aan het opzetten. Nee mensen, dit is echt kut. Maar het breekt nu alweer helemaal af. Moet het even fixen. Dit houdt die hele tent vast. Oké, dames en heren, na een tering half uur. Ja, hier, dit is echt dramatisch. Ja. Dames en heren, 2 uur later. Het is inmiddels pikken donker geworden en de tent, schijn maar even. Ja, hij staat. De tent staat gewoon. Oké, dames en heren, de laatste spullen gaan nu de tent. Ik kan echt niet geloven dat de tent gewoon staat, gast. We hebben het gewoon gedaan. Geloof het of niet, maar we zitten in de tent om een fucking vogeleiland waar het stinkt naar fucking alles wat stinkt. Er is geen grijze steen meer over, alles is wit van de hele alles poep. Alles is gewoon het wit van scheid. Verschrikkelijk. Het is echt niet normaal. Maar ik zit nog wel steeds in over die vissen. Maar, oké, dames en heren, wij gaan nu nog eventjes een kleine verkenning over het eiland doen. Waarschijnlijk vinden we niks anders dan vogelpoep en vogelpoep. Oké, dames en heren, om te bewijzen dat we echt op een eiland zitten. En hier zitten dus al die vogels in die vieze boom hier. Laten we even die kant op gaan. Wat de... Wow. Oh mijn god, dat is gewoon een dood beest. Gadverdamme. Dat is gewoon een dode vogel, holy sh... Dames en heren, dit is echt het nastigste wat ik ooit gedaan heb in mijn leven. Ik heb de ogen in beeld. Er ligt echt gewoon een dood beest daar. We staan hier echt met 2 hele grote lichten rond te schijnen. Ja, dat is niet echt slim, hè? Het is hier ook gewoon een vogelkerk of gewoon fucking dies. Besef even waar we gaan slapen. Oh, fuck. Ja, daar zijn we die plantjes, die prikken zo hard. Gewoon nog erger dan dinges. Brandnetels. Ja, fucking kut. Oké, eiland, tot morgen. Wij gaan op jou slapen. Dames en heren, hier liggen we dan. Oh, ik ben echt dood. Al die fucking muggen die ons gestoken hebben. Het was me wel een tripje wel. Het stinkt hier. Het is kut. Het is een klein kuttentje dat bijna in elkaar staat. Maar ik denk dat we de nacht eigenlijk wel gaan overleven. Normale mensen gaan op vrijdagavond met vrienden even chillen. En wij liggen hier in een tent. En wij liggen hier op een scheideiland. Dames en heren, we zijn even gaan kijken naar de boot. En dat ziet er... Oh shit. Ja, wat... Dit is wel even belangrijk. Even serieus. Kijk, onze sokken zitten helemaal onder met poep. Hey, maar beter gaan we even wat foto's maken. Ja, man. Hey, Govert, wat rust hier omheen? Ja, wat rust. Oh, het is zo kut hier, hè? Dames en heren, wij gaan slapen. We zijn brak. Morgen moeten wij veel te vroeg. Fucking 7:30 hebben de wekker. Om 9:00 moet ik met de trein naar Amsterdam. Ik ga lekker slapen, jongen. Ja, inderdaad. Dames en heren, wel rusten. Oké, dames en heren. Goedemorgen, het is nu 7:15. De zon begint hier straks op te komen. En dames en heren, jullie geloven niet hoe de tent erbij ligt. Gover die slaapt volgens mij ook nog gewoon. Dames en heren, even serieus, check hoe dit erbij ligt. Govert. Hey, veldtax. Yo. Je raadt niet hoe laat het is. Oh. Het is 7:15, gast. Wow. Ja. Wow. Wat heb je? Kijk hoe de tent erbij ligt. Wow. Oh, je bent aan het filmen. Oh, heel ziek dit. Hey, maar kijk hoe ziek dit eruit ziet, gast. Hey, nu besef je ook gewoon echt dat je op een eiland zit, hè? Fuck this shit. Ik heb eigenlijk best lekker geslapen. Maar goed, laten we de boel langzaam gaan inpakken. Dat tentje laten we sowieso hier. Dat is echt niks meer waard, gast. Oké, dames en heren. Ik ga even de boot checken. Dat is ook wel even... Oh mijn god. Holy shit. Dames en heren, hier moeten we nog helemaal op terugvaren. Oh shit, daar is licht. Daar in de verte. Govert. Ja. De boot ziet er echt fucked up uit. Kijk waarin wij geslapen hebben. Even serieus. The fuck. Dames en heren, nu krijgen jullie echt een idee dat wij echt op een eiland zitten. Overal om ons heen is gewoon water. En vogelscheid. Timelapse aan het opnemen. En ja, nu is het uitzicht wel echt sick, ouwe. Holy shit. Ja, het is wel echt mooi, hè.
zon komt op. We moeten wel echt opschieten, jongens. Fuck. Hoe laat is het eigenlijk? Over een uurtje of zo moet ik al in Roermond in de trein zitten. En we zitten nu nog op dit vogeleiland hier. Dus ja, over een half uur of zo komt mijn vader hier ons ergens ophalen. Dus we hebben een beetje stress. Boot is helemaal lek. Die moeten we ook nog gaan oppompen als dat überhaupt lukt. Want anders zitten we hier gewoon vast. Oh shit. Oh nee. What the fuck? Nee. Hier kunnen we echt niks mee. No! Hier kunnen we niet mee varen, ik zweer het. Nee, kut. We moeten dit echt zoeken en anders zijn we echt de lul. Nee, maar stel dat ze in de overkant ligt. Nee, kut. Als ze in de overkant ligt, zijn we echt, echt fucked. Oh mijn god, oh mijn god. Ik ben er nooit zo blij geweest om een stuk plastic te vinden. Check deze boom ook, fucking creepy. Daar is gewoon de boot aan het opblazen. Lol, hier liggen ook gewoon botten van vogels. No. Oh, hier liggen vleugel. Oh shit. Ik stond gewoon op een dode vogel. Oh, fuck dit eiland. Right. Heeft hij het overleefd? Ja, man. Oh, safe. Ik denk dat hij wel goed is zo. En dit? Hoor je dat ook? Dat betekent dat er ergens lucht uitkomt. We hebben tape, dus. Ja, er komt lucht uit. Er komt echt ergens lucht uit, ja. Ja, hier is het sowieso. Hier is het. Hier is het gat. Noem eens dicht. Yes. Oké, nice. Oké, dames en heren, ik ben wel blij dat we het gedaan hebben. Alleen we hebben nu echt niet meer lang, hè. Volgens mij hadden we al over een kwartier met mijn vader afgesproken, dus. Even het besefmomentje dat we hierin geslapen hebben, hè. Echt, what the fuck. Oké, we gaan sowieso nog even deze plastic shit opruimen. Maar die tent die laten we hier, man. Volgens mij zijn we ready om te vuur. Ik vuur. Volgens mij kunnen we gaan. Kunnen gaan. Dames en heren, vaarwel. Vies, vettig poepeiland. Dit hele meer hier, je mag je ook niet zwemmen. Dus het is helemaal voor ons alleen. Oké, mensen. Wij gaan er vandoor. Het is helemaal tijd geworden. Dat ze zijn in het bootje. Het is tijd om te gaan. Doei eiland. Oh! Oh! Kut! Zo snel. Oké, ik hoor alweer hier iets sissen. Dus we moeten echt heel snel gaan, want we willen nu. Nou, dit was het dan, denk ik. Ja, dit was het, denk ik. Dit is onze boot. Dit is de boot, helemaal opgerold. We hebben het gedaan. Dit ging nou echt veel sneller dan gedacht. Ja, we hadden echt gedacht dat we keilang bezig waren, maar dat valt echt heel erg mee. Ik vond het in ieder geval wel echt super sick. Ja, het was super vet om te doen, wel gewoon een nieuwe ervaring. Of het comfortabel was en lekker, daar valt over te discussiëren. Maar het was in ieder geval wel een avontuur te noemen en dat is het allerbelangrijkste. Yes.